Voegen. Maar weet je, het lijkt mij toch dat je de beloningsstructuur niet helemaal buiten schot kan laten. Want als je nou het voorbeeld neemt van Merrill Lynch, de topbestuurder is daar opgestapt. Nadat hij eerst over de geweldige winsten, tussen aanhalingstekens, die waren gemaakt, een uitkering had gekregen in de orde van 10 miljoen. Op een gegeven moment blijken die winsten geen winsten te zijn. Ze moeten worden afgeboekt. Hij moet vertrekken en krijgt vervolgens een premie mee, een vertrekpremie. En dan komt u vertellen van ja, maar ja, die bankiers vinden dat zelf ook niet leuk. Maar dat is het punt. Kijk, zij draaien niet op voor de gevolgen van wat ze zelf tot stand hebben gebracht. En dat is wat er verkeerd is. En een economisch systeem waarbij iemand kan spelen met het geld van een ander, zonder daar zelf ook maar enig risico in te lopen. En als hij het helemaal verkeerd doet, zo erg verkeerd doet, dan krijgt hij een reuze premie mee. Ja, en dan vragen wij van dat het systeem, hoe is het mogelijk dat dit systeem dit heeft geproduceerd? Je kunt bij wijze van spreken voorspellen dat als je het zo inricht, dat het dit wel moet produceren.